Vechtpartijen tussen jongeren in Mungo nemen met de dag ergere vormen aan. Het gaat hierbij om jongerengangs die in het gebied opereren. Diverse actoren hebben meermaals aan de bel getrokken, echter zonder resultaat. Dit laat een bezorgde parlementariër Genevieve Jordan weten aan de STVS Nieuwsdienst. Al geruime tijd kregen we vechtpartijen tussen groepen van jongeren in het district. De groepen hebben zelfs namen. Maar wat de aanleiding is tot deze gevechten, weten we niet. Maar de gevechten gaan maar door. RR en DR-leden hebben een beroep gedaan op deze jongeren om te stoppen met de gevechten. Maar het mocht niet baten. Dit is een van de redenen waarom ik de regering bij de laatst gehouden begrotingsbehandeling had opgeroepen om te komen met een degelijk beleid voor de jongeren van het district Marowena. Zodat deze jongeren af kunnen blijven van drugsgebruik, het criminele pad, moreel verval en al dat van soort toestanden. Jordan zal dit onderwerp naar voren brengen binnen de regering, zodat er adequaat beleid gemaakt kan worden voor de jongeren in het district.